the Netherlands. Van de Dutch Open. Dat geldt natuurlijk ook wel een beetje voor Judith Meulendijks. Beide speelsters wonnen het toernooi al een keer. Yao Yi zelfs twee keer in 2003 en 2008. En ook Judith Meulendijks kreeg hier al een keer de beker. Dan moeten we heel ver terug, 1997. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Deze twee speelsters kennen elkaar natuurlijk door en door. Veel met elkaar gespeeld in de Nederlandse ploeg. Ze trainen niet dagelijks samen. Judith Meulendijk speelt al sinds jaar en dag in Denemarken. In de sterke Deense competitie, traint daar ook. Yi speelt in Nederland bij Amersfoort. En traint op Papendal. Ah. 1-1. Meulendijk staat iets hoger op de wereldranglijst dan Yao Yi. Meulendijk staat 20ste, Yi 24ste. Maar toch is Yao Yi in deze partij de favoriete. Dat heeft te maken met een kuitblessure. Waar Meulendijk net van hersteld is. Hij heeft zo'n 6 weken niet gespeeld. Vrij weinig kunnen doen. Geen wedstrijdritme. Ze mist wedstrijdritme. Speelde eigenlijk deze week in Almere weer haar eerste toernooi sinds die blessure. En het is nog een beetje zoeken voor Meulendijks. Prachtig gespeeld voor Meulendijks. Hoog niveau meteen aan het begin van deze finale. Hopen dat beide speelsters dit hoge niveau kunnen vasthouden. Chi is een echte verdedigster. Moet u maar eens opletten, speelt de ballen veel hoog naar achteren. Want te scoren aan het net, kort aan het net. Meulendijks speelt iets aanvallender, iets directer. En Chi is echt de tacticus. Three, 3-2 in het voordeel van Judith Meulendijks. En 4-2. 4-2. Het is mooi te zien hoe de speelsters, beide speelsters, de hele baan benutten. Het is ook in het enkelspel, in het badminton, dat ook de tactiek. De tegenstander proberen uit te spelen. Dan weer lang, dan weer kort, dan links, dan rechts. Uit positie spelen. Zoals Chi dat doet. Kans creëren. En dan afmaken met de smash op het lichaam van Meulendijks. 4-4. Oh, schitterend van Meulendijks. Prachtig hoe ze die shuttle daar bijna van de grond oppakt. En hem cross weglegt. G verrast, had daar niet meer op gerekend. Mooie rally. Voorsprong van 1 punt in het voordeel van Meulendijks. Ja, die is goed. Inschattingsfoutje van Meulendijks. De bal valt bovenop de lijn. 5-5.
Ja, en ook die is goed. 6-5 in het voordeel van Yi. Dus bezig is naar laatste grote toernooi in Nederland. Ze wil graag kinderen. Ze blijft wel spelen op clubniveau. Zo gaat dat in het badminton. Ook bij de tafeltennis zien we dat wel eens. Spelers die ja, zeggen dan, ik stop ermee. Maar ja, dat is dan meestal op internationaal niveau. Speelster als Yi, komt met al haar ervaring. Kan ze nog lang mee in de Nederlandse competitie als het lichaam heel blijft. Ze speelt al een tijdje, Yao Yi. Komt uit de Chinese badmintonschool. En die is vele malen harder. Er wordt veel meer van een speelster gevraagd dan in Nederland. Al die jaren op topniveau hebben toch wel een beetje een tol geëist bij Yao Yi. ...8-5 inmiddels in het voordeel van Yi. Voorsprong van 3 punten. Het is zaak voor Meulendijks om nu bij te blijven. Oh, mooi gespeeld. Die ingehouden smash. Cross het tempo uit de shuttle gehaald. Goed gecamoufleerd ook die slag. 8-6. Prima gespeeld van Meulendijks. Beide speelsters hebben geen coaches achter de baan zitten. Het is natuurlijk een Nederland-Nederland ontmoeting. Daarom hebben ze besloten zich niet te laten coachen. 7-8. Meulendijks komt terug tot 8-7. Yi liet zich deze week begeleiden door Martijn van Dorenmalen. Niet meer de bondscoach in Nederland, maar de technisch directeur. Een slippertje daar van Meulendijks. Kijkt even naar de grond. Misschien de baan een beetje glad, misschien wat water op de baan, wat zweet op de baan. Kon daardoor niet goed afzetten. Punt gaat naar Yao Yi. Die zoals gezegd zich laat begeleiden door Martijn van Dorenmalen deze week. Laatste toernooi. Ze heeft veel aan van Dorenmalen te danken. Sinds hij in 2001 naar Nederland kwam. En ze vond het ja, een mooie geste richting van Dorenmalen om hem op de stoel te hebben deze week. Maar ook hij zit dus vandaag dus niet achter de baan. En ook de nieuwe Nederlandse bondscoaches, Gerben Bruistens. Voornamelijk Gerben Bruistens, hij is de bondscoach voor het enkelspel. Hij zit niet achter de baan. Applaus. 11-7 wordt het. 11, voor jou, Yi. De spelers krijgen heel even pauze. De speler de 11 punten heeft bereikt. Even een pauze van een minuutje. Na die pauze loopt Yao Yi snel uit. 19-11 is het inmiddels. En ze komt op 20-11. En dus een gamepoint voor Yao Yi. Ja, die, na die break heeft gemerkt dat Meulendijks toch wel veel foutjes maakt. Veel onnodige fouten. Oh, dat is prachtig. Ja, dat is er, ja, zeg maar handelsmerk. Met de backhand, cross over het net geslagen. Dropshot. Daarmee haalt Yao Yi de eerste game binnen. 21-11.